Goedenavond. Ik ben hier met Lisa, mijn zusie. En wij gaan vanavond. En mijn moedie. Die wilde ook even bij. Moedje. Maar ja, mijn familie is dus hier op Curaçao gezellig voor 2 weekjes. En ik verblijf hier ook gezellig bij jullie. Yeah. En vanavond gaan we lekker eten bij Moza Kanya. Zij wil er ook even op, as you can see. Nee, maar we gaan gezellig met z'n allen eten. Haar vriendje is er, mijn vriend is er, mijn vader. Dus vanavond gaan we gezellig eten met z'n allen. En morgen misschien naar Broederliefde. Oh ja, maar dan moeten we nog even. Moeten we nog even kijken. Doeg! Wij zijn net van het strand afgekomen bij Porto Marie en gaan nu lekker een ijsje halen. En dit is echt mijn favoriete ijs hier van Baskin Robbins. Dus als je op Curaçao bent, ga ijsje halen bij Baskin Robbins. Zo lekker. Ik heb white chocolate. En jij hebt strawberry cheesecake, toch? Ja, jongens. Ah, Anu! Nou, dit had ik natuurlijk kunnen verwachten. Kijk even de lucht. How pretty. Als je uit bent geweest, ga dan eten bij Barbecue Express, want echt een te lekkere kapsalon. Kijk eens hier allemaal eten. Het is vandaag dinsdag en ik lig met mijn ouders bij Jan Tiel. En hier heb je dus La Manspa en daar kan je massages nemen, pedicure, manicure. Dus ik zal even een kort filmpje doen. Als je gewoon van tevoren even een afspraakje maakt, ik zit echt aan het strand. Dus dat is ideaal. En kun je lekkere massages en van alles en nog wat. Dus ik zal even een kort filmpje maken. Dinsdag. En ik ga gezellig met de familie eten bij Fort Nassau. En dat is, kijk, daar is Moetie. En Fort Nassau heeft een prachtig uitzicht over Willemstad. Dus ik zal zo wel even een filmpje laten zien. Ze raden er altijd aan om met zonsondergang heen te gaan. Maar met familie kwijt al en met mijn vriend kom je overal altijd te laat. Dus ja, omdat ik tijd over heb door jou. Ik ben aan het wachten. Kijk, gaat hij nog opmerking maken ook? Maar ik zal zo in ieder geval even een filmpje laten zien van het mooie uitzicht over Willemstad.